Ja, wij zijn in Valencia, de laatste race van het Europese continent voor het WTC, want daarna gaan we naar Azië. Voor mij een rustige dag. Zij zijn aan het testen. Ik heb verder niks te doen vandaag. En daarom is dit het ideale moment om eventjes mijn weekendkantoor te laten zien. Ja, zoals je ziet is de binnenkant van de auto volledig gestript. Je ziet al het onnodige is eruit gehaald. Natuurlijk wel versteviging om de auto wat body te geven en natuurlijk voor de veiligheid. En er zit niets meer in qua stoffen, want dat kan natuurlijk brandbaar zijn. Dat is belangrijk voor de veiligheid. Ja, zoals je ziet zit er een behoorlijke rolkooi in. Dat is natuurlijk voor de stevigheid van de auto, maar natuurlijk ook voor de veiligheid van de coureur. Zoals je ziet, het zijn allemaal driehoeken. Ja, want dat schijnt het sterkste te zijn. Ja, en dit is dus echt waar ik zelf natuurlijk tijdens de race zit. Nou, we hebben een 6-punts gordel. Dat is aan deze kant, aan die kant. Ik heb er 2 in het midden en nog 2 van bovenaf. Om natuurlijk te zorgen dat ik goed blijf zitten. De stoel die is helemaal op maat gemaakt voor mij. Om echt te zorgen dat ik de auto goed aanvoel. En dit is natuurlijk voor de veiligheid dat als je een zijkant een impact krijgt. Nou, het stuur, daar komen we zo direct eventjes op terug. Nou, pedalen is gewoon hetzelfde als een personenauto. Gaspedaal, rempedaal. Nou, je ziet het rempedaal is echt ontzettend breed. Dat is natuurlijk belangrijk. En de koppeling gebruik ik alleen bij het wegrijden. Maar bij het opschakelen nooit meer. En bij het terugschakelen ook niet. Hiermee zet ik de auto aan. Dat is de hoofdstroomschakelaar. Dit is dan ignition. Nou, zoals je ziet, alles gaat aan. Ja, het dashboard, dit is de uitlaattemperatuur. Hier zie je de oliedruk, de PO, pressure oil en temperature of the water, 26 graden. Dit is de laptimer voor mij. Dan blader ik even door het dashboard heen met een knop die ernaast zit. Zoals je ziet ook nog allemaal waardes. Dit is bijvoorbeeld de waterdruk, omdat we hem altijd op 1 bar zetten, zodat je dan boven de 100 graden kan komen. Dit is nog eens een keer het toerental en de snelheid. Geeft hij hier aan de batterij, de balance of de rembalans. Nou, je ziet hem staat op 51. Wat ze dan doen is meer voor dan achter. Zoals je ziet, ik rem nu ook. Staat 0-0. Als ik rem, zie je dat ik meer remdruk voor heb dan achter. En die kan ik met deze knop bijvoorbeeld meer naar voren of naar achter draaien. Als ik naar rechts draai, gaat die verder naar voren. Nou, we hadden net een rembalans van 51. Ga ik even kijken waar die nu op staat. Ja hoor, 56. Dus je ziet dat ik hem iets te ver naar voren heb gezet. Dus ik draai hem er eventjes terug. In het midden kan je zien in welke versnelling die staat. Nou, staat nu in neutral. Nou, je ziet het. Als ik hem opschakel, gaat hij naar zijn 1, 2, 3 enzovoort. En terugschakelen is weer naar voren. Dus het is sequentieel tik, tik, tik. Ja, dit is alle informatie die ik zelf nodig heb. Dus waar ik dan gewoon doorheen blader. En natuurlijk heb ik contact via de radio met het team. Dit is de startknop. Ja, je hoort het. Hier zit de brandknop. Die halen we altijd weg. Die wordt weggehaald en dat is natuurlijk alleen hoef ik die te gebruiken als ik brand heb. En de brandblusser die zit hier. Ja, en rechtsvoor zitten alle computers waar alle bedradingen bijeenkomen. Voor de engineers en natuurlijk de motormannen van BMW. Ja, en dan een grote spiegel waarmee ik veel kan zien. Echt rondom in de auto. En niet te vergeten natuurlijk de foto's en tekeningen van fans en familie. En dan natuurlijk het stuur. Alle bedieningen die ik eigenlijk direct nodig heb. Dus de radio, een stuk om te praten met het team. Wash is om de ruitensproeier te doen. Mijn lichten aan. De hogere beam lichten aan. Dan hebben we screen. Dat is namelijk verwarming in de voorruit. Voor als het bijvoorbeeld regent. Dit is voor de engine map. Nou, dan hebben we 4 verschillende mappings zoals je ziet. Dan moet ik gewoon luisteren naar de BMW man. Het regenachterlicht natuurlijk. De ruitenwissers. Dit is de pitspeed limiter die je dan aanzet omdat we maar 60 in de pits gaat mogen. Alarm om op mijn display te kunnen veranderen. En rechts en links. Ja, geen hendels dus achter het stuur zoals in de personenauto. Maar alles gewoon echt gemaakt op het stuur. Ja, het stuur kan je er dan gewoon weer opzetten. Nou, je ziet het al. Geen luxe in mijn kantoor. Dus geen leuke secretaresse. Want daar is gewoon geen ruimte voor.